Martijn Bartow. Een heerlijke avond, volgens mij. Ja, inderdaad. Als je uiteindelijk met 4 in het veld afstapt, dan heb je het goed gedaan, denk ik. En dan kan je vol vertrouwen naar zaterdag toe. Ja, en Dordrecht is dan wel een tegenstander die jou ligt. 3 weken geleden waren we hier. Maak je de 2. Vanavond weer. Ja, inderdaad. Dat heb je goed opgemerkt. Dus in dat opzicht hoop ik dat ik dat zaterdag weer kan herhalen. Maar voor vandaag was het in ieder geval erg lekker, ja. Ja, en ook nodig. Daardoor ga je iets relaxter ook richting zaterdag. Maar toch gaat jullie het op sommige momenten wel moeilijk. Nou, zeker na de 2-1 toen waren we heel even de grip kwijt. En dat was vervelend. Maar desondanks denk ik op de eerste 2 minuten na natuurlijk dat zij die corner krijgen die ze goed inkoppen. Denk ik dat we de wedstrijd wel aardig gecontroleerd hebben. En dat 4-1 een prima resultaat is om mee te nemen naar zaterdag. Ja, ik had Erik Krummis net voor de camera en dan zegt hij het was een beetje een kopie van de wedstrijd van 3 weken terug. Ben je het daarmee eens? Ja, dat klopt wel aardig. Ja, de uitslag is iets anders, maar nogmaals, wij drukten hun terug op eigen helft. Dat wat wij wilden. Nou ja, de eerste helft hielden ze redelijk stand. En de tweede helft zie je toch dat de gaten groter worden. En dat we daar goed van profiteren. Dus dat was eigenlijk net zoals 3 weken geleden. Ja, en dan mogen er wat jongens invallen die lang niet hebben gespeeld. En één daarvan wordt dan ook nog belangrijk met een assist op jou, Virgil Narsing. Voor deze jongens ook leuk om weer terug te komen in dit elftal. Zeker nu de play-offs er zijn. Ja, zeker. En het zijn ook zeker niet de minste voetballers. Allemaal uitzonderlijke kwaliteiten, dus ik ben blij dat ze weer terug zijn. En net wat je zegt met Virgil Narsing, een speler waarvan ik weet wat hij gaat doen. En dat is altijd prettig om zo iemand in je team te hebben. Dus ik ben blij dat hij er weer is. Net zoals als Nigel Roberta die er weer aankomt. Een jongen met heel veel potentie en met veel kwaliteit. Dus het is alleen maar goed voor het elftal. Ja. Een eentje gehad. Hoeveel nog te gaan? Jemineetje, 5 toch? Ja, ik geloof het wel. Alle 5 ook gespeeld? Ja, als het aan mij ligt wel.